gaan een nieuwe collega aan u voorstellen. Hoewel, nieuw, Maya Eksteen is het. U kent hem misschien wel van het radioprogramma Radio Romantica, al een tijdje geleden, eind jaren 80 op Veronica. Ja, en anders toch zeker wel van haar televisieprogramma's bij RTL 4 in de jaren 90. Ja, Lief en Leed bijvoorbeeld, ja, de 5 uur show. Ja. En binnenkort maakt ze dus haar comeback op Radio M Utrecht in de ochtend als opvolgster van Babette Alma. Nou, zometeen praten we met Maya. Laten we eerst even kijken waar we haar ook alweer van kennen. Nederland komt thuis. Even bijkomen. Dit is de 5 uur show. Vandaag met Viola Holt en Maya Eksteen. A bit of butter to make her bitter batter better. But when Betty brought back the bitter butter, it made her bitter batter better. So Betty went back and bought a bit more butter to make her bitter batter better. Klaar, over. Dag allemaal, hartelijk welkom bij de 5 uur show van maandag 27 oktober. Gezellig, ja, met Viola Holt. Nou, volgens mij was dat de allerlaatste uitzending, want we deden het altijd om en om. We hebben het maar één keer samen gedaan en dat was de laatste keer. Dus en heel toevallig ook op 27 oktober. 27 oktober. Waar heb je al die jaren gezeten, Maya? Nou, in Doorn hoor. Gewoon lekker in Doorn. In de buurt. Ja, ik woon in Doorn al 18 jaar. En ik heb de laatste 9 jaar lesgegeven op het Refius Lyceum in Doorn. En was je dat zat, dat lesgeven? Nee. Nee. Eigenlijk niet. Ja. En toch ga ik iets anders doen. Maar, Kun je uitleggen waarom het weer ging kriebelen? Nou ja, ik zag gewoon de advertentie waarin gezocht werd naar een opvolgster voor Babette. En ik had toevallig van de zomer dat itempje gezien waarin Babette Alma gevolgd werd tijdens haar allerlaatste uitzending. En ik wist dus dat ze een bed en breakfast ging beginnen in Groningen en zo. Allemaal leuk. En toen ik de advertentie zag, dacht ik, ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. Die radiostudio, dat lonkt toch nog steeds wel. En ik heb ook nooit, ik heb tegen collega's wel gezegd van ja, ik verlang niet zozeer naar die televisie- en radiowereld terug. Maar behalve als er zich iets heel leuks aandient. Ja. Ja, en dat was dit gewoon. Ja, en dit is dan blijkbaar heel leuk. Nou, je woont op de Heuvelrug, dus je kennis van de regio lijkt me dan al is heel goed. Gigantisch. Ja, dat wordt vast heel indrukwekkend. Hey, en Babette, die kun je misschien nog even bellen voor wat tips. Is dat een idee? Ja. Ja, ik weet niet of zij nu al in Groningen woont. Ik ga haar zeker bellen als ik me afvraag hoe dit of dat moet. Maar goed, ik moet natuurlijk nu eerst nog 2 maanden aan de bak op school. En ik ben ook van plan om daar gewoon 2 heel erg leuke maanden van te maken. Want het is afschuwelijk als je, zo van ik wil eigenlijk weg en kan ik nog niet weg. Dat moet je niet doen. Kinderen hebben ook recht op 2 maanden nog een goede lerares. Want je geeft Nederlands? Ja. Op wat voor opleiding nou, is dat? Nou, bijna allemaal HAVO bovenbouw, HAVO 4 en HAVO 5. En met name de examenklassen vinden het wel lastig dat ik wegga natuurlijk zo midden in het jaar. Ja, vinden ze. Die ga jij natuurlijk ook missen. Ja, ik ga die leerlingen missen en zij gaan mij missen. Tenminste, vandaag, ik heb het vandaag verteld, toevallig. Ik wist helemaal niet dat ik hier vandaag moest zijn, maar ik had dacht van, ik ga het vandaag maar aan ze vertellen. Ja, je ziet soms witte gezichtjes van, oh, wat jammer. Ja. En nee, oh nee. En nou ja, hele lieve reacties. Ja. En degene die zo zitten, yes, ze gaat weg. Heb je natuurlijk ook altijd. Blijven pubers natuurlijk. Ja. Hey, maar het wordt wel heel wat anders, hè, want deze baan van Babette, die heeft een enorm nadeel. Ja, en je dat moet is, heel erg vroeg opstaan. Precies, hè? Ja. Want we verwachten hier rond 5 uur, 5:30, toch wel uiterlijk. Uiterlijk, ja. Ja. Om 6 uur natuurlijk. Ja, en dat is eventjes pittig. En dan heb ik ook nog een auto die een beetje aan het pruttelen is. Dus ik moet misschien nog even in de onderhandeling over een auto van de zaak. Ja. Maar dit geheel terzijde. Nee, dat wordt even lastig. Ja. Ja, elke dag weer. Ja, maar goed, ik ben een ontzettend ochtendmens. Dat is echt een feit. Mijn hele gezin, nou niet alsof het heel groot is. Maar mijn man en 2 kinderen zijn dat niet. En die verbazen zich daar altijd over. Zij gaan het liefst zo laat mogelijk naar bed. En ik heb dat gewoon niet. Ik ga ook in vakanties altijd. Ja, ik sta graag 's morgens vroeg op. Niet zo vroeg, maar. Maar je hebt er zin in. Er valt aan te wennen. Ja. Nou, en het handige is ook, als we een keer een zieke hebben hier in u vandaag. Ja, dan kan schrijf je ook zo makkelijk. Meteen beklonken. Van alle markten thuis. Goed zo. Okay. Vanaf januari. Vanaf 1 januari, of tenminste begin januari. Precies. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan.